Sneeuw, sneeuw, sneeuw. Het lijkt niet op te houden. Voor de stadsen onder ons kan er niet genoeg met zout gestrooid worden. Maar de plattelanders, de echte hobbyisten, zoals de koetsenkeels, zijn dol op het wittegoed. De koetsen blijven waar ze zijn en de sleetjes komen na jaren wachten in de schuur weer tevoorschijn. Goeiedag jongens. Het moet weer gebeuren vandaag. Ik moet er even een beetje netjes uitzien. Maar je hebt er twee, waarom neem je er maar één mee? Omdat voor de slee maar eentje voor kan. Het is een deens sleetje en dan kan er maar eentje voor. Normaal gaan ze altijd met z'n beiden. En dit is? Dit is Falco, dat is een randje. Ja, dat is ook een rand. Het zijn halfbroertjes van elkaar. Oké. Okay. En waarom valt nu de keuze op Falco? Die is ietsjes rustiger als die andere. Die is nog eens een beetje wat wilder en schrikachtiger. Nou, de ijzertjes zijn er onderweg. Dus hij gaat op blote voeten door de sneeuw. Dat kan ook inderdaad niet met ijzers door de sneeuw? Dat kan wel, maar dan moet je punten niet draaien. Dat die op scherp staat. Mm-hmm. Ijsnagels of punten waar je erin kunt schroeven. Mm-hmm. Maar met blote voeten gaat het heel goed. Maar dat is zo'n pony niet gewend. Sorry, ja. Hij kan wel gewoon zonder ijzers lopen. Ja? Ijzers zijn eigenlijk alleen maar voor op de straat, dat je niet te veel de hoeven afslijt. Okay. Maar normaal gesproken, als je niet op straat komt, kan hij eigenlijk altijd wel zonder ijzers blijven lopen. Dat is wel mooi om even te laten zien dat het echte plattelandsleven hoeft dus niet echt op het platteland te zijn. Want je woont eigenlijk gewoon in een woonwijk in precies, Haagsbergen. Ja. Daarom misschien is het ook wel leuk om zo te zien even. Ja. Maar je zult niet denken, ik zeg het tegen u zeer vanmorgen. Ze komen hier straks en ik denk, ben ik hier wel goed? Ja, je hebt hier wel wat ruimte en je kunt gewoon je hobby uitoefenen. Ik denk dat je daarmee geboren wordt. Het is een gen. Ja, dat is net zoiets als de Elfstedenkriebels. Twickel is echt iets bijzonders om te gaan aarden. De omgeving is schitterend. Echt magnifiek om te doen. Ja, als de sneeuw valt, dat is het eerste. Dan krijg je die kriebels in je. Wanneer kan het? Hele week zitten. Kijk, ik heb er nu drie. Ik had er altijd twee voor. Twee van deze en nu heb ik er twee jongen. Daar ben ik nog goed mee aan het leren. Dat gaat heel goed. Dan begin ik dus volgend jaar, kan ik daar echt wel weer met twee mee doen. Maar voor dit spul, bij die bellen en alles, toeten ze bellen eraan. Lijkt me nog niet verstandig. Dat wil niet ieder paard. Ja, dan moeten ze eerst allemaal leren. Hè. De bellen, dat is de bedoeling voor dat je in de sneeuw, is alles zacht en... Normaal gesproken hoor je bijna geen paard aan. Je hoort de hoeven niet, je hoort de kar niet. Ja, ik ben dus eigenlijk niet opgegroeid met paarden, maar ik wou altijd graag met paarden. Maar we woonden zelf, bij ons thuis hadden we een heel klein boerderijtje en dan mocht je paard. Dan ging je altijd paard lenen van de buurman. En dan ging je mee naar de melkfabriek vroeger met de buurt. Ik heb nooit gereden onder het zadel. Nee? Daar zit ik niet altijd erachter. Luister, kijk om je heen. Dat is toch fantastisch? Het samenstel tussen mens en dier, dat vind ik gewoon een prachtig. Ik lach niet vaak, maar zo op de slee is het wel heel erg leuk om te doen. Kun je leven zonder paarden? Ja, je kunt altijd leven zonder paarden. Ik bedoel, zo heftig is het ook weer niet, maar het zal wel een stuk minder leuk zijn. De Shires komen uit Engeland. Daar werden ze vroeger helemaal in de middeleeuwen als ridderpaard gebruikt. Omdat ze zo groot en sterk zijn om het harnas te dragen. Maar ze zijn daarbij ook hoog op de benen, dus ze kunnen ook hard galopperen. Het is echt een heel lief paard. Ondanks dat ze zo groot zijn, heel goed karakter.
Waarom hebben jullie voor deze paarden gekozen? Dat is een hele tijd geleden. Toen waren wij in Paard en Koets in Den Bosch. Dat is een grote beurs, jaarlijkse beurs. En daar waren een paar mensen, enthousiastelingen, die hadden dus als eerste een shire gekocht. En die gaven daar een demonstratie. Onder het zadel. Ze reden erop. Nou, toen had ik eerst nog zoiets van, ik ga je er niet op rijden, op die grote knollen. Maar Herman was helemaal enthousiast. Al prachtig en indrukwekkend. En gaandeweg raakte ik er toch wel iets meer gecharmeerd van. En dan van het een komt het ander. En eentje werd hoeveel? En eentje werd hoeveel? Ondertussen zijn het er 5. Ben je er naartoe? Ja, gaan we. Oké, daar gaan we. Nou Jan, tot zo. Oh. Jongens, dat Ik ben je Oldershoes. Dat ligt aan de voet van de Kattenberg, zeggen we dan altijd vol trots. Hij loopt maar 30 meter hoog of zo. Ja, dat vind ik een van de mooiste plekjes van Markelo. Daar ben ik geboren en daar ging ik vroeger als klein jongske met mijn opa met. Met mijn opa op jacht gingen in de vroegere tien. Daar ging ik met een heel klein kjeltje ging ik met. Daar ben ik met mijn eerste vriendinnetje gaan wandelen en later ook met de vrouw gaan wandelen. Dus daar kom ik geen. Een deel van het bedrijf stond ook op een kattenbaas, stond een schuur. Daar ben ik heel vaak tegen aan lopen, ook met mijn oma. Ook naar de stal in Mossen vroeger toen ik zo klein was en zo. Als je op het platteland ziet, hoe dunner de bevolking, hoe dunner dat bevolkt is, hoe beter dat de mensen elkaar kent, hoe meer dat ze met elkaar omgaat. In Den Haag had ik een klein flatje, waar ik dan deur de wekken een paar nachten overnachten. Ik 9 jaar zitten. Ik weet niet wie er naast me zat. Ik ken die mensen absoluut niet. En we zijn in dezelfde lift, gingen in de bomen en zag elkaar. Maar niet 1 keer zeg van, wil je een kop koffie drinken? Ik heb zelf een keer een poging ondernomen van, goh, en dan kom ik koffie drinken of zo en zo. Daar heb ze geen tijd voor. Andere dingen, de deuren gehoord, angstvallig, allemaal weer dicht. En dat is hier anders. Hoe dunner het bevolkt is, hoe meer het leu bij elkaar hangt. Kan Gert-Jan oplaad zonder het plattelandsleven? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, want ik heb al een paar keer de kans gehad om voor te gaan, ook wel voor mooie functies, ook een norm in een politieke carrière. Maar dat betekent allemaal dat ik zullen met verhuizen, allemaal ergens tussen Utrecht, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en zo. Nou, dat doe ik niet. Dat is minder weer. De levensvreugd, dat is wat clichéachtig. Maar wat we hier hebben op het platteland, dat is heel veel weer, dat kun je niet in zich geld uitdrukken. Een boer aan het park op het land. In verder door renten verzand. Maar het is wel zo, het platteland betekent niet alleen maar stilstand, maar betekent ook vooruitgang. Dus er zal ook dingen moeten gebeuren. Er zal ook investeerd worden en bouwen we binnen toe geen slaap op het platteland. Er moet ook woont en werk worden en geld worden verdiend. En nu hebben we al de luchthaven Twente. Ik vind het hartstikke belangrijk dat de KUMP. Ze wil een prachtig bungalowpark maken hier bij Markelo, tussen Markelo en Goor. Heeft de gemeente wat totaal helemaal verknoeid. Ook weer van de baan, ook weer werkgelegenheid weg. Dat vind ik dan wel jammer, want het platteland is niet alleen maar stilstand. Het platteland is ook wel vooruitgang. Van het platteland komt bij vandaan. En als je dan weer wat doet, dan wil ze het hele platteland volzetten met een varkensstoor. Dat is een eentje weer er ook een paar kilometer van hier. Wil ze een of andere varkensboulevard wil ze dan neerzetten. En ik weet niet, met 20, 30, 40 doen ze varkens. Nou, ik denk, dit kan toch niet worden. Ik ben zelf een boerenjong. Ik ben hartstikke voor de boeren, maar dit is wat geen enkele boer eigenlijk zelf wil. En waarom niet? Dan denk ik, het is zo massaal, zo'n ingreep in het landelijk gebied. Er heeft niemand op tegen dat er grote bedrijven komt. Want de boerderij moet ook groter worden, wil ze kunnen overleven. Maar het kan niet zo zijn dat je een soort kolgozen, sofgozen, communistisch-achtige denkwijzers krijgt. Ik weet niet of ik de varkensclusters door neer gaat zetten. Dat raakt me ook, dat je het over het platteland hebt. Ik vind dat niet past op die plaatsen en dat vind ik jammer.
Uw eigen kinderen wonen ook nog thuis? Die woont hier in Markloon, een kilometer weerderop. Maar die bent ook heel veel hier en ook heel veel erdoor. Mijn dochter is 19 jaar. Dus dan redt zichzelf een zonneke van 15 en dan houdt er nog een van 6 jaar. En geet ook hier, is nu naar school, hè. Geet hier naar school. En mijn vriendin werkt in Holten. Komt van oorsprong uit de stad, uit Weert, uit Limburg. Maar hij heeft enorm naar de zin hier en hij zegt zelf, ik ga niet meer weg uit Markelo, zeg. Dus mag ik ook zullen proberen, ik raak hem niet meer, Piet. Hoe lang zit ze al hier dan, zeg maar, in Markelo? Nu 5 jaar. En dat bevalt dus echt goed? Dat bevalt heel goed, ja. Hier geboren, generaties lang ging niet al veel op deze plek, dus ik ben vertrouwd, zeg ik altijd, aan mijn geboortegrond. Hier kun je gewoon en staan hoe je wilt zonder dat het wat kost en zo nog weer. De ijzers op scherm zoals dat behoort, de oortjes naar voren en zo draagt hij voort. Daar gaan de koetsen kerels, zo rijden dan zij. Zo breien de dierbare zwenten, zo breien de dierbare zwenten. En waar komt het vandaan, dat aardslee rijden? Ja, dat vroeger de wegen niet begaanbaar waren, dus ze moesten over het sneeuw, dus een wagen nog ook niet. Dus ze glijden als het ware over. Ja. Dat sneeuw hier. Doe maar zeg. Nou, dat kan bij dit sneeuw, hè. Jawel. Hij mag wel strak hier zitten. Nou, we zijn begonnen met het bosblad. Ja. Schofje met de bellen. Ja. Hoofdstelletje. Dan doen we de lijnen eraan. Maar dit is normaal ook. Dit is eigenlijk hetzelfde als we het gewoon. Alleen de belletjes zijn anders. Die belletjes zijn normaal niet hoor. En jouw sleetje, waar komt dat vandaan? Ik kom uit Denemarken. En er zat nog een. Ik heb hem helemaal zo gerestaureerd. Hmm. Ik heb nog een krant aan de binnenkant zat erin. Van 1875, dus mei 1875. Dus ik heel vermoed, oud. Is heel oud. Ja. Dus 135 jaar oud. En zo oud zal hij ongeveer zijn. Ja. Weet je wat ik zo knap vind? Ja. Je houdt jou helemaal niet vast. Nee, maar hoe? Kijk, ik heb dus het vertrouwen in het paard en het vertrouwen in de dames, dus wat kan me overkomen? Nee. U bent wel de enige met van die mooie dames aan boord, hè? Ja, zeker. Maakt dat zo'n arreslee toch nou extra bijzonder voor u? Ja, anders kan dat ook niet. Je moet het hele zaakje dus aanpassen, zelfs de dames. Het hele gebeuren moet dus aangepast wezen aan de tijd van toen. En wat is toen als je over dit geheel praat, dit span? De serie zal wezen van rond 1900. En waarom? En de dames die zal ja, iets later denk ik. Het is gewoon een virus. Als je eraan begint, kom je er weer af. En hoe lang bent u al besmet met dat virus? We vroeger met de kinderen begonnen met het ponygebeuren. Een wedstrijd mee gereden. Ja, de kinderen, ja, maar ik was zelf ook al vroeger, als kind was ik al gek van een paard. En nou, toen zei ik al van, nou jongens, als ik een keer de kans kreeg, dan koop ik nog een keer een paard. Zo. Wat ziet u er fantastisch uit! Ja. Ja. Hoort dat erbij? Ja, een beetje een stijl noemen we anno? Dat. Ja, het is denk ik toch anno 1920 zoiets. 1900, ja. 1900, 1920. Zo oud is deze slee ook? Nee. Dit is een van de weinige replica's. Dit is een eigenbouw. Heeft mijn man helemaal zelf gemaakt? Heeft u zelf gemaakt? Helemaal eigenbouw. Ik wou vroeger een slee hebben, kon niet vinden wat ik zocht. Ik heb een tekening gemaakt. En daar begin je te bouwen. En als je geduld hebt, wordt die antiek. Het beleven met de natuur, met de paarden, met alles. Met de kennis en de mensen eromheen.
Want je bouwt echt een groep mensen op, ook in het land, waar je contact mee hebt. Maar de natuur, het samen zijn met de natuur. Ja. En de rust wat er vanuit gaat. We hebben bij huis gedaan en dan heb je helemaal de natuur en dan klinken die belletjes. Dan is het genieten. U straalt helemaal. Ja, dat mag toch ook. Misschien moeten we wel 25 jaar wachten voordat het zo ver weer is. Geweest. Het was een supermooie tocht. Sneeuw erbij. Sneeuw erbij. Kon niet mooi. Geeft dit nu een kick? Ja, dit was prachtig. Kon niet echt, kon niet meer. Het was niet koud, er was geen wind. Mooie sneeuwvlokjes erbij. Het was een plaatje. Echt een soort woord, hè? Echt voor de natuur, vind ik. En het glijden van die slee en dat soort dingen. Kijk, normaal rij je met de kar, dus het is heel, echt heel ongewoon, hè. Is er een heel leven zonder paard? Nee, ik wil geen paard kwijt. Ik heb altijd een paard, denk ik. Ja. En als deze doorgaat morgen of die andere, dan ga ik gelijk weer op pad en dan koop ik een nieuwe.